Yo, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag hebben wij een vraag van onze vriend Brian. En Brian die schrijft... Brian die schrijft dat hij bezig is met de deadlift aan het aanleren. Hij schrijft ook dat hij er moeite mee heeft en dat hij niet weet wat er fout gaat. Hij begint namelijk met een barbel met alleen twee techniekschijven erop. Dat is wat ze in de sportschool zeiden. Begin rustig met je deadlift, doe er wat techniekschijven op en leer die oefening. Nu vermeldde hij dat hij geen geld had voor een personal trainer. En daarom vroeg hij aan mij, Raymond, zou jij wat tips hebben? En Brian, die heb ik. Ik ga je één tip meegeven. En het is jouw trainer op de sportschool, die fitnessinstructeur, die zit ernaast. Je bent voorgelopen. Een deadlift begin je niet ten alle tijden met een heel laag gewicht. Om de simpele reden. Als ik hier iemand een deadlift aanleer, dan gebeurt het heel vaak dat die op, ga ik hem even voordoen, op deze manier wordt uitgevoerd. En als je kijkt naar die deadlift, dan zie je dat die barbel niet in één rechte lijn gaat. Die gaat in een soort van, laat ik het maar even Z-lijn noemen voor het gemak, een soort van Z-lijn. Dus we hebben hier punt A en we hebben hier punt B. Dit zijn mijn voeten, dit is ongeveer mijn heup. En die bar die moet in één rechte lijn gaan. Als die barbel dit stukje 30 centimeter moet afleggen, dan moet hij wel kaarsrecht gaan. En als wij schuin gaan, dan leg ik 35 centimeter af. Dus die schuine lijn is logischerwijs niet de efficiëntste manier om een barbel van de grond af te krijgen. En als jij dus, Brian, laat ik mezelf eens als voorbeeld nemen. Als ik 190 kilo deadlift, dat is mijn PR op dit moment. Als ik 190 kilo deadlift, dat is het maximale van mijn kunnen op dit moment. Als ik dan opgewarmen met een 50 kilo deadlift, is dat voor mij, die prikkel is niet groot genoeg. Door de zwaartekracht kan die barbel nog alle kanten op. Mijn lichaam is te sterk om die barbel lekker te kunnen corrigeren. Als ik dus opwarm met een 80, een 100, een 110. Als ik daarmee ga deadliften, is dat voor mij een veel lekkere warming-up. Waarom? Omdat mijn lichaam niet sterk genoeg is om die, 120 bar alle kanten op te trekken. Onze vriend bijvoorbeeld Eddie Hall, die zou waarschijnlijk met een 100 nog steeds een beetje alle kanten op kunnen trekken. Voor mij kost het al iets meer energie. En gelukkig hebben we zoiets moois als zwaartekracht die bar gewoon in één rechte lijn trekt. Dus Brian, die barbel moet niet om jouw knieën en om jouw lichaam heen bewegen. Jouw lichaam wordt gecentreerd over de barbel heen. En dat is een kunst. Nou moet je deze video jullie allemaal niet gelijk verkeerd opvatten. Ik zeg niet dat Brian hier moet gaan oefenen met een 120 kilo bar en gelijk hoppakee, moet gaan deadliften. Ik zeg alleen Brian dat die 30 kilo die is waarschijnlijk als jij gewoon, de meeste kijkers naar dit kanaal zijn 20, 25, 30. Als je gewoon een normale, je hebt je stats niet erbij gezet. Als je gewoon een normale man van een jaar of 25 bent, kan je makkelijk een 50, 60 bar pakken om de deadlift mee aan te leren. Dan is het wel belangrijk dat je natuurlijk goed oplet. Ik zou als ik jou was, of heel veel van mijn video's bekijken, of even een eenmalige trainer inhuren, zodat je in ieder geval de oefening veilig krijgt aangeleerd. Maar doe hem vooral niet te licht. De deadlift is een van de weinige oefeningen waarbij ik zeg, oké, je kan wel met wat meer kilo beginnen. Vond je dit een leuke video? Wil je meer van zulke video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kun je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.